De bedoeling van droombeelden is om meer detail te krijgen van terreinen die ons worden toegewezen en op die manier een topografisch beeld te geven, zodanig dat we toch heel wat tijd winnen, dankzij moderne technologie, dan dat allemaal zelf manueel te moeten doen. What we did today is we just scanned the area with the drone. So the drone's flying at about 100 meters of height and it's taking overlapping pictures of the total area. If we combine all these drone pictures with specialized software, the result is a photo map. So it's an actual Google Earth from this moment, from this area. Secondly, we can make a digital surface model of this area. It's a 3D elevation model of the total area and this can help with the plowing work a lot. Een topografisch beeld levert basismateriaal eigenlijk op voor de tractorist die met de ploeg zal moeten rijden en de hoogtelijnen moet volgen om die tractor te leiden op het terrein. We kunnen via de drone heel gemakkelijk zien, dankzij speciaal ontwikkelde software, om bijvoorbeeld de verschillende species te zien, te tellen naar de toekomst toe. Dat zijn eigenlijk allemaal data en werk dat veel sneller kan gaan met een drone dan dat manueel te doen. Firstly, that they have a map of the actual situation, a photo map. If we repeat this work in, say, next year and the year after, we can compare these photo maps and we can just visually look at them and see the differences. That's one important thing. Het is de bedoeling inderdaad om dat jaarlijks, tweejaarlijks te doen, om die progressie te zien van groei van bos. Ook natuurlijk naar de toekomst toe, in kader van certificering voor CO2-kredieten bijvoorbeeld.